Ja, profcarrière naar de maan nu, hè? Ik had prof kunnen worden, maar... Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Hartstikke goed. Het is vandaag 1 juli 2023 en wij organiseren Punk Rock Soccer in het mooiste dorp van Nederland, Moordrecht, bij de mooiste club van Nederland, VV Moordrecht. Het is zo, als je kan zien, nog niet gans en helemaal droog. Maar als het goed is, wordt het iets droger in de loop van de dag. We gaan het meemaken. Ik heb hier een auto vol met eten, dat moet zo meteen naar binnen. En ze zijn binnen ook al volle bak aan het opbouwen. We gaan eens even kijken wat de stand van zaken is. En dan... gaan we weer verder met de showen. En even klaarzetten, want het is 10 voor 11, zo 10 minuutjes. Hier zijn de eerste gasten zijn alweer gearriveerd. Het is ongelooflijk. Altijd op tijd en te vroeg natuurlijk, die Zeeuwen. Het is bij Punk Rock Soccer. Mag je onder invloed op het veld staan? Dat is geen enkel probleem. Oké. Al heb ik me laten vertellen dat jullie zijn opgeschaald naar de hoogste pool. Ja, dus jullie spelen daadwerkelijk. Wat hoor ik nou? Ja, echt. Er heeft iemand dat geregeld. Sander. Die jongen daarboven kijkt. Oh, Sander. Nee, het is Sander. Dit is Bert. Nee, het is Sander die heeft het geregeld. We hebben twee goede voetballers. Weet je wat we doen? Nou, dan ben je wel boven gemiddeld hoor. Met twee goede voetballers ben je wel echt? Boven gemiddeld. Oh, shit. Ja, wat zeg je daar dan tegen? Ja, ik vind het hartstikke mooi. Valt voor de Randstad niet tegen. Nee. Dat is wel keurig. Mooi groene locatie. Ja, zeker. Leuk. Gaan we doen, Roo? We gaan even beginnen, dus we gaan omroepen dat we gaan beginnen. Dan gaan we het hele setje even openen. Huh? Gaan we zo de eerste wedstrijd spelen. We gaan zo beginnen, jongens. We mogen allemaal naar voren. We gaan zo beginnen. Iedereen vooraan verzamelen. Prachtig. Mooi. Ik moet een beetje in het thema blijven. Hoi, het is heel geregeld. Yes. Maar niet rennen met voetbalschoenen. Dat staat er toch. Dames en heren, kom allemaal even hier. Kom allemaal even naar voren. Kom allemaal even voor de... Bij het parapluutje. Bij de paraplu. Dames en heren, kom even naar de parasol. Wie woont er allemaal in Moordrecht? Ja hoor. Represent. Hier vandaag zegt van, nou, wij kunnen eigenlijk niet zo goed voetballen. Even om je heen kijken. Dan denk ik dat er toch eerlijke wedstrijden moeten worden, dames en heren. Dames en heren, welkom allemaal. Punk Rock Soccer 2023 dit jaar. We hebben een pauze gehad van 3 jaar. Wegens corona en dingen. Drunktank, die hebben tegenwoordig te druk. Die gaat toeren. Wat gek is, bassist van Drunktank kan hier wel gewoon zijn. Dus wat is er dan aan de hand? Anyhow, we spelen voor de prestigieuze beker die hiernaast staat. Het is de kleine, mag ik hem even in mijn hand. Dit is de Punk Rock Soccer Cup, in omloop sinds 2005. Dus ik zou zeggen, doe je best. En doe je niet zo goed je best, dan kan je altijd nog aanspraak maken op de troostprijs. Die we nu niet kunnen wisselen, want dat doe ik niet. Heb je de prijs gewonnen voor de nieuwe teams? Hou hem dan goed bij je, want er zijn nog wel eens wat mensen die aan het loeren zijn om hem stiekem te kunnen pakken. Dus dan ben ik jullie voorbereid. Ga maar! Houd weer, Teddy, houd weer! Op de knie! Ja, ga goed komen, hè? Ja? Ik weet het niet hoor, ik heb er geen vertrouwen in. Ja, we gaan voor het verlies. Dames en heren, einde van de wedstrijd en volgens mij ook einde van de poolfase. Het is met blijde notie dat ik jullie mag informeren dat de Oskoekslotters zojuist gewonnen hebben van Handheving. Die het hebben laten liggen. Helaas, volgend jaar weten jongens, we mogen dit jullie nog de komende 10 jaar herinneren. Een nederlaag van 8-0 heb ik me laten vertellen. Even snel broodje frikandel. Broodje frikandel. Ik heb in principe alles gehoord dat ik gespeeld heb. Dat ik in de lijnen stond. Ja, Maarten! Let's go! Jelte!
We staan eerste. Oh, lekker. We hebben alleen maar 3-0 gewonnen. Oh, lekker. Jurgen de Vries van Sun Invaders, Floor the Man, Lil Wat Legend. Yo, Jabbers. Wie is de meest knappe gast van Funkbuck Soccer? Ja, dames en heren, het zit er weer. Nou. Wie is het? Ik denk die bassisten van Waterloos. Met die dreadlocks. Denk ik. Ja, hier. Shirtloos. Ja, dat was heel erg onhandig. Hi! Sinds staat er nog wel een contractverlenging in aantocht? Ja, FC Knut heeft wel een contractje voor mij lopen, maar ja, ik weet het nog niet of ik het ga doen. Want, je hart ligt toch wel bij Waardeloos. Mijn hart ligt wel bij FC Waardeloos. Waardeloos! Waardeloos! 3 liedjes in een kwartier is wel weinig, hè? Yes. En Nox had er al op zijn klokje te tikken. Ik zei, what the fuck? Ja. Ja, zeker gezellig. Hartstikke. Voetbal is helemaal kut, maar het is wel gezellig. Maarten, even een behind the scenes. Ik vind het een waardeloze sport. Ik ga veel liever poelen. Poelen? Ja. Ja, weet alleen niet zin in de poel. Volgend jaar de punkrock poel. Poelrock soccer zijn er niet. Ook wel een poelrock soccer. Vind ik... Kun je ook gewoon bier drinken? Kun je ook gewoon een beetje spelen? Zeker. Hoef je niet heel moeilijk te doen. Nee, ik vind het veel beter. Husky Pew!